Welkom bij de Muppet Show. Welkom bij de Muppet Show. Welkom bij de Muppet Show. Muppet Show, Muppet Show, Muppet Show, Muppet Show, Muppet Show, Muppet, Muppet Show. Hey, hallo, hoe is het met jullie? Hallo kinderen. We hadden dat we thuis moeten blijven, hè Willy? Ik vind het echt knetter saai, man. Ja, zeg dat wel. Ja, per dagen wordt het toch behoorlijk saai. Ja, en je moet heel de tijd stil spelen. Omdat papa en mama thuis moeten werken. En ze werken niet eens, want ze doen heel de dag niks. Inderdaad, een beetje achter de laptop zitten. En doen alsof je met iedereen tegelijk moet bellen. Jongen, jongen, zo kan ik het ook. Ik zou zeggen, ga eens echt werk doen, joh. Koeienmelken met je blote handen of zo. Haha, ja, inderdaad. Maar het zou toch eigenlijk dit week zijn nu? Daar kunnen we ook helemaal niet eens naartoe. Want het gaat ook niet door de corona-vriezen. Vriezen? Je bedoelt crisis. Geen vriezer, het is crisis, joh. Ja, wat maakt dat nou uit, joh? Hé, hey, wat hoor ik nu? Er zit iemand een raam open te maken, lijkt het wel. Ja? Eén zeg, zou het een inbreker zijn? Het is crisis. Iedereen is thuis, knuppel. Ja, ga eens gauw weg, inbreker. Ik vertrouw je voor geen anderhalve meter. Anderhalve meter. Ja, maar ik wist helemaal niet dat het crisis was. En ik moet toch ook geld verdienen? Voor inbrekers hebben ze in Den Haag geen tegemoetkomingsregeling bedacht. Dat is pas stom. Mijn omzet keldert met 100%. Ja, maar inbreker mag helemaal niet. Je moet werken voor je geld. Oh, jij mag niet naar buiten, Koevoet Casey. Ja, Casey. Ik hoop dat de veldwachter Stormbrom je in levenslange quarantaine plaatst. Poef! Ja, maar ik had nog navraag gedaan bij het inbreekmanagement team. En die zeiden dat inbrekers weg door ramen heen mogen managen. Omdat ze thuis gewoon weg niet te managen zijn. En ik heb toch een hygiënische handschoen aangedaan. Ja, kijk hoor. Oh ja, ik zie ze. Dat is dan nog iets waar je rekening mee hebt gehouden, Koevoet Casey? Ja, maar heb je ook desinfectant bij je? Nee, hè? Nee, sorry, het spijt me maar. Dan ga ik nu weer naar mijn eigen huis. Ik zal het niet meer doen. Alsjeblieft niet de politie bellen. Ik heb mijn capuchon opgezet, want het is stormachtig weer. Doei! Hebben we eigenlijk zoveel playpapier, Willy? Nou, mama is wezen hamsteren, dat weet je toch wel? Ja, maar dan vind ik dat je het ook gewoon echt in je wangen moet stoppen. Net zoals een echte hamster zo. En wees nou eerlijk, pa die moet best vaak grote boodschappen draaien in onze isoleer quarantainecel. Maar toch ook weer niet zoveel. Hé, ba, het zou wel van jou zijn met je vieze stinkscheten. Nou, ik ga weer naar mijn huiswerk, want als ik het netjes afmaak... Mag ik straks op de Facebook naar de Muppet Show van de Tent 2 kijken? Ja, je hebt gelijk, dat ga ik ook doen. Ik ga die gast ook maar eens volgen op Facebook. Die van de Tent 2. Dan kan ik lekker de Muppets kijken en zo. Nou, doei! Tot morgen, kinderen! Doei!